Ja, ik weet niet wat er juist gebeurde, maar ik... Ik had wel door naar een ronde dat hij er niet bij zat, dus toen wist ik wel dat er iets moest gebeurd zijn. En, het is wel jammer voor het koersverloop misschien, maar ik heb niet getwijfeld om mijn eigen tempo te kiezen. Het was een heel ander verhaal dan vorig jaar toen jij problemen had hier, wat foutjes maakte. Volgens mij was je dan ook wat grieperig. Maar wat dat betreft kan het wel keren, want het wordt geen probleem eigenlijk, geen trauma in zo'n parcours. Nee, helemaal niet. Ik weet dat ik ook zware parcours aan kan. Vorig jaar was ik hier inderdaad een beetje ziekjes, dus het is wel leuk om hier in deze omstandigheden vandaag de overwinning te pakken. De overmacht was wel groot, hè? Want je rijdt in die tweede ronde weg bij de rest, ja, en niemand kan volgen. Ja, het ging heel goed. Het is echt een heel lastig parcours, maar ik voel al gelijk van in het begin dat er wel power in de benen zat. En dan is het best wel leuk rondrijden hier. Ja, want hoe heb je dan rondgereden? Want je kunt ook niet verslappen, hè? Je concentratie moet er wel blijven. Ja, sowieso. Dat was heel belangrijk hier. Ik denk dat Wout ook echt wel de intentie had om terug te keren. Dus ik moest wel echt mijn hoog tempo aan blijven houden en proberen zo weinig mogelijk foutjes te maken. Dit was alweer overwinning nummer 16. Het is echt ongelooflijk, dit rijtje. Hoe hou je jezelf scherp? Well, dat lukt wel. Ik ben heel gemotiveerd nog steeds. Zeker met het wegseizoen wat eraan komt ook. Dus die nieuwe uitdagingen houden me sowieso scherp. En ik zou heel graag natuurlijk opnieuw die wereldtitel nemen.